Wat wij doen, wij ondersteunen en begeleiden het buurteam in het rondlopen, in het aanspreken van de mensen, maar ook hoe ze het beste mensen kunnen benaderen. En de taak die wij hebben is eigenlijk de zelfredzaamheid stimuleren. Hebben deze buurtambassadeurs ook nog een opleiding nodig? We hebben ze een aantal trainingen gegeven. Workshop effectief communiceren. We hebben een instructiebijeenkomst gehouden. Op termijn krijgen ze ook een EHBO-workshop. Klein letsel en reanimatie. Maar voor nu begeleiden we ze in het rondlopen. En met name ook als ze allerlei objecten zien die niet horen. Bijvoorbeeld een koelkast in de traphal. Nou, dan bellen ze heel netjes bij de mensen aan. Luc, hoe ervaar jij het in je eigen buurt mensen aanspreken? Je spreekt de mensen aan op het gedrag. Je spreekt de mensen aan op hetgeen wat wel en wat niet mag. Je zag het net aan de overkant, die tegels wat je tegenkomt. En al zulke dingen. Nou, en dan melden we dat en we hopen dat het voor elkaar komt. Nou, dan ga ik nu even een appie maken. Hakim, jij bent van de coöperatie. Hoe is dat voor jou? Het is voor mij hartstikke goed. Want we hebben zoiets van de mensen die daar wonen in de wijk, die weten het beste wat er aan de hand is. Dus die kunnen, en verder zijn we er ook niet meer na 5 uur. Deze mensen wonen er, zijn heel erg betrokken bij de wijk. Dat is wat we zochten. En dat is een hele goede aanvulling voor de buurt. Tom, wat heb je hier? Nou, ik heb hier eigenlijk een dossier leg ik aan. En dan krijg je hier Zambezi-dreef. Nou, 2 tegels verzakt. Maak je foto van, slimme app naar de gemeente, de volgende dag gemaakt. Wordt contact opgenomen door de gemeente van meneer, ik zie niks. Nee, dat klopt. Ik zeg maar, je staat ook niet goed. Je moet even om het hoekje kijken. En dan zie je bij de lantaarnpaal 701, dan zie je die verzakte tegels. Ja meneer, nu zie ik het, komt in orde. Nou, en dat soort dingen zie je dan gebeuren. En dan is het ook fijn natuurlijk dat je het resultaat meteen ziet. Hassan, jij bent ook buurtambassadeur. Hoe is het om in je eigen buurt, dus eigenlijk je buren aan te spreken op gedrag wat niet kan? En hoe reageren mensen als je dat doet? Ja, positief. Meestal positief reageren ze. Hoe ervaart u het om in uw eigen buurt mensen aan te spreken? Zeer gunstig allemaal. En vooral als je dus ziet en je komt een flat binnen en je komt 2 weken later dat de spullen zijn opgeruimd. En dat is een van de dingen waar wij het voor doen. En ik heb alleen maar positieve berichten uit de hele buurt bij mij. En waar ik laat een heleboel troep zag en ik mensen aanspreek van, zullen jullie hier opruimen mensen, want anders gaat het geld kosten. Nou, de volgende dag was het weg. En dat was 2 maanden geleden toen wij nog niet liepen, was dat helemaal niet. Er was echt nog een rommeltje overal. En dat is nu opgeknapt. Top voor je leefomgeving. Ja, zo kan je het zeggen.